Achter mij heb je een kleine oase. Zo zijn er wel een aantal hier in Joshua Tree National Park, maar deze is de meest toegankelijke. Hier tussen die palmbomen, dat is een bron en die borrelt 2000 liter water per dag op. Stop, de Choya Cactus Garden. Dit zou wel eens het gevaarlijkste ding kunnen zijn hier in dit park. Deze cactus wordt ook wel eens de jumping cactus genoemd. En bij aanraking schiet hij zijn stekels af. En die hebben allemaal weerhaken en die stekels kunnen toch wel tot aan het bot komen. En dat is zeer pijnlijk om te verwijderen. Dus afstand houden is de raad. Hier zitten ook agressieve bijen. Wordt ook voor gewaarschuwd. Maar het is hier zo droog, die zijn gewoon op zoek ook naar vocht. Dus alles wat vocht heeft, daar komen ze op af. Net toen ik hier aankwam, ik had nogal een dringende kleine boodschap. En ik dacht, als er niemand in de buurt is, doe ik gauw een plasje tegen dat wiel daar. En ik kom terug bij de auto. En er zitten zeker 20, 30 bijen. Dus... mijn vocht is nog van goede kwaliteit. De Joshua Tree is eigenlijk geen een boom, maar een plant. En die kunnen wel 1000 jaar oud worden. Een populaire stopplaats hier is die rots achter mij, Skull Rock. Ik ga nu een wandeling eens maken en dat is Hidden Valley Trail. En dat is een van de populairste wandelroutes hier in dit park. Zijn we bijna in de zomer zitten, want we zitten 19 juni. Is het gewoon heerlijk weer om te wandelen. Ik denk 23 graden. En op het eind van de week ga ik het naar de 45, dus ik heb veel geluk. Misschien afvragen, waar komen die rotsen allemaal vandaan? Nou, ik dacht dat ik ergens gelezen had, een miljoen jaren geleden, twee plateaus tegen elkaar aangebotst zijn. En deze rotsen omhoog geduwd hebben. En zodoende liggen hier al die rotsformaties. In het verleden, tijdens het Wilde Westen, en daar werden mensen opgejaagd of gezocht door de sheriff. Het was bijna niet te vinden,
Dus het was een ideale schuilplaats voor de outlaws. En nu snap ik waarom dit Hidden Valley heet. Hier is een heel plek omringd door die fameuze rotsen. Hidden Valley Trail, een absolute aanrader. Al weet ik natuurlijk niet hoe het gaat zijn bij 40 plus of 45 plus. Een tweede heel populaire trail is de Barkerdam. En dat was een dam die destijds door cowboys hier is aangelegd. En dan moest er ook een drinkplaats zijn voor de koeien. Of voor het rund, voor de runderen. Maar het probleem is, als het een tijd niet geregend heeft, staat die droog. En ik weet niet of dat er water in staat of niet. Watervogels in de woestijn. Maar er is geen water. Helemaal droog. Jammer. Een dam zonder water. Ik hoop dat de koeien in het verleden meer geluk gehad hadden. Dat er wel water in zat, zodat je wat, misschien wildlife had gezien, hè? Wat diertjes, wat vogels. Pioneer Town is een oude filmset die in 1946 is opgebouwd. Er zijn hier tientallen westernfilms gedraaid en af en toe wordt deze locatie nog steeds gebruikt. Er zijn al veel bekende artiesten hebben hier opgetreden. En ik denk daarbij aan Sir Paul McCartney. Een zekere Van Tassel. Was een ufoloog. En die had hierachter ontdekt dat daar een heel sterk magnetisch veld was. Daar heeft hij die koepel op gebouwd. Maar niet zomaar, want dat is een heel verhaal achter. Hij vond dat sterk magnetisch veld de ideale poort om in contact te komen met buitenaards leven. Want het was zo gebouwd dat het ook mogelijk zou zijn om de tijd te reizen. Er zijn ooit in 1953 zijn er zelfs bezoekers
van bovenaf naar hier gekomen en die hebben hem uitgelegd hoe die koepel te bouwen om zo efficiënt mogelijk met elkaar in contact te blijven of te komen. Het is maar dat je het weet. Ik vond dat ik dat jullie wel eens een keer mocht laten weten. Blijft toch een raar land, heel de Amerika. Maar dat er boven iets is, dat geloof ik best. Zo, en nu is het anderhalf uur rijden naar de volgende stop. Ik heb ergens de afslag gemist. Want mijn routeplanner geeft nu aan dat ik drie kwartier langer onderweg ben naar mijn volgende bestemming. Maar, zonder dat ik er eigenlijk in had, zit ik op de oude Route 66 te rijden. Calico, ook een ghost town. Sommigen beschouwen het meer als een pretpark, omdat je nog op veel plaatsen overal moet betalen. En een hoop souvenirswinkeltjes en al. Daar toch bijna op de route lag, vond ik het toch leuk om hier even langs te gaan en even de benen te strekken. Net dat die school exact ook daar stond. Mijn conclusie is, ik zou er absoluut niet voor omrijden. Misschien dat voor kinderen, jonge kinderen leuk is, maar als volwassenen, zo, je moet het zelf weten natuurlijk. Het is intussen 11 uur geweest en het doet me aan denken dat ik nog niet gegeten heb. Trouwens, ik sta hier bij een tankstation deze morgen in Joshua Tree, wat toch ook Californië is. $6.09. $7 voor 1 gallon en 1 gallon is 3,8 liter. We staan nu aan de luchthaven van Mojave. Hier worden piloten opgeleid, maar dat is niet de reden dat ik hier sta, want hier is ook een kerkhof voor Boeings van over heel de wereld. Ik stond tussen twee gebouwen. Had ik een mooi plekje gevonden waar ik goed zicht had op de vliegtuigen, op het kerkhof dus. En net op het moment dat ik het knopje wilde indrukken, kwam er iemand van de beveiliging of zo, denk. En die vroeg wat ik hier aan het doen was. En ik probeerde dat uit te leggen. En hij zei, je ziet toch duidelijk dat borden dat je niet mocht filmen of foto's nemen. Maar dat was ook nog een andere reden dat ik in Mojave wou stoppen. Hier is namelijk een van de eerste grootste windmolenparken in Amerika gebouwd. Er staan maar liefst 3400 windmolens. Zover het oog reikt.
voorwaarde om hier begraven te liggen. Je moet dus een veteraan zijn. Enigste voorwaarde is, je mag niet oneervol ontslagen zijn. Dat is wel een groot verschil met Europa. In Amerika gaat men veel eervoller om met militairen of ex-militairen. Als ik me niet vergis, dan zijn de appelsine. Terwijl de zon stilletjes aan het ondergaan is, heb ik hier iets ontdekt. Hier staat de grootste olijf ter wereld. Olijf, ja. Taishi. Erkend als grootste olijf ter wereld. We verzinnen ze toch, hè.